gaan beginnen. Hallo en welkom bij de quiz. Hallo en welkom Bert en Joke. Sferry! Sferry! Ja, en aan de andere kant in deze beste burenquiz zien we... Ja, dat zijn onze buren, Hans en Tilly! Waar we altijd gezellig mee gaan stingrillen. Als niemand anders wil. Oh, die Joke. Goeie joker, Joke. Goed, we gaan beginnen. Vandaag gaan we het hebben over de Hanzen. Ja, en het leuke is, Sven, dat onze buurman, die heet dus Hans... maar hij heeft geen idee wat de Hanzen is. Hans en Tilly, leuk dat jullie er zijn. Voor het eerst op tv? Ja, spannend. Maar we vinden het enig om kunnen we beginnen? Om mee te doen. Goed. Nou, we gaan beginnen inderdaad. De Hanzen. Eerste vraag. Wat was de Hanzen? Samenwerkende handelsteden uit de late middeleeuwen. Helemaal goed. Noem drie Hanzensteden. Zwolle, Kampen, Varsseveld. Helaas, Varsseveld is gesticht in 1812, dus dat moet ik fout rekenen. Hans en Tilly. Deventer, Zutphen, Lübeck. Bremen, Stockholm. Goed. Yes. Wat voor schepen... Ja, dat weet ik. Rogge. Ja. Roggerschepen. Het is Kogge, met een K. Ja, Kogge, K. Hans weet het een beetje. Maar Hans heeft wel gelijk, het is Kogge met een K. Volgende vraag. Door welke handel, met name, is Nederland rijk geworden in de Gouden Eeuw? Ja, dat was heel erg in de transatlantische slavenhandel. Dat was echt van schande. Ja, ook door de handel met het oude Indië. Want al die kruidnagel en zo van de VOC, dat is ook heel erg. Dat was heel erg, maar het is niet het juiste antwoord, jongens. Hans en Tilly. Houten gaan op de Oostzee. Dat is waar Nederland rijk mee geworden is in de 17e eeuw. Ja, dankzij de Hanzensteden. Het is niet waar. Het is wel waar, Joke. Laatste vraag. Concentreer je. Wat betekent Hanzen? Gewoon. Handel. Fout. Tilly? Hanzen komt gewoon uit het Duits en betekent groep of club. Heel goed. Hans en Tilly, jullie hebben gewonnen. Oeh. En jullie krijgen een barbecue set voor 4 personen. Oh, dat is leuk. Dan kunnen we eten met de buren. Nou, ook niet met ons. Nee, geen haar op mijn hoofd. De buren van nummer 49. Ja, dat zijn hele leuke mensen. Oh, bedankt, Sven. Dit was het weer. Tot de volgende keer. Dag, dag. Bert? Joke? Zijn er weg. Zeg, zullen wij ergens een hapje gaan eten, Hans en Tilly? Oh, leuk, Sven.